Het Instagram-kanaal Live of Yvonne heeft een drastische daling in het aantal volgers ervaren sinds Yvonne Koldewijer aankondigde dat ze haar juicingavonturen niet langer voor een breed publiek zal delen. Koldewijer onthulde dit nieuws vorige week donderdag, toen haar volgersaantal op een indrukwekkende 842.000 stond. Sindsdien is dit aantal gedaald tot 751.000, wat een verlies van bijna 100.000 volgers betekent. De bekende Roddell-vlogster verraste haar volgers op 25 mei met de aankondiging dat haar content exclusief beschikbaar zou worden gesteld achter een betaalmuur. Voor slechts 8,95 euro per maand kunnen geïnteresseerden een abonnement nemen op haar nieuwe kanaal, de Juice Member Club. Dit nieuwe platform heeft inmiddels bijna 4.300 volgers weten te verzamelen, wat aantoont dat er nog steeds een aanzienlijke interesse is in Koldewijers activiteiten, zei het in een meer selecte groep. Ondanks deze verschuiving in haar contentstrategie blijft Coldeweijer wel persoonlijke updates delen op haar oude account, waardoor haar trouwe fans nog steeds op de hoogte kunnen blijven van haar dagelijkse leven. Deze beslissing om een deel van haar content exclusief te maken lijkt een gewaagde zet te zijn, maar het is duidelijk dat er een kernpubliek is dat bereid is te betalen voor toegang tot haar premium content. De komende tijd zal ongetwijfeld uitwijzen hoe deze nieuwe benadering van contentcreatie zich zal ontwikkelen en of het haar in staat zal stellen om haar invloed en betrokkenheid te behouden in een steeds veranderend medialandschap.